Dolle vreugde bij het Belgische solo-team toen het 4 jaar geleden de wereldtitel in Australië pakte. En met deze Infinite zou dat in oktober opnieuw moeten lukken. Onder meer een nieuw batterijpakket waardoor de wagen zo'n 900 kilometer kan rijden. Zonder zon moet daarbij helpen, maar dat is lang niet alles. Ook de motor is verder geoptimaliseerd, waardoor we eigenlijk een motor in vergelijking met de vorige al veel verbeterd hebben. En degenen die op de markt zijn eigenlijk beter dan bijvoorbeeld een Tesla is. En we hebben dit jaar ook een VIN, wat er eigenlijk voor gaat zorgen dat we onze wagen extra stabiel kunnen maken en eigenlijk ook minder energie gaan verbruiken als we zijwinden hebben in Australië. We hebben de smalste wagen in de Belgische geschiedenis gebouwd en daardoor is die eigenlijk heel efficiënt en betrouwbaar en kunnen we opnieuw naar Australië om onze wereldtitel te verdedigen. Een extra smalle en aerodynamische tiende zonnewagen dus, die zo'n 170 km per uur kan halen. En dat betekent dat de 3 geselecteerde piloten, nog zacht uitgedrukt, niet al te zwaar mogen zijn. In ons team hebben we eigenlijk een soort regel dat elk de piloten 65 moeten wegen of minder. Nu, ik woog in het begin ietsje meer, maar zit nu al aan dat gewicht. Wordt dat een uitdaging voor jou, op je gewicht blijven? Nee, dat lukt wel. Gewoon veel sporten en gezond blijven eten. Over enkele maanden wachten hem en zijn teamgenoten een traject van meer dan 3000 kilometer dwars door het Australische binnenland. En voor minder dan een nieuwe wereldtitel gaan ze niet. Onze ambities zijn superhoog. We gaan echt om die wereldtitel opnieuw te verlengen. Er zijn meer dan 50 universiteiten van over heel de wereld die zullen deelnemen. Maar wij gaan er alles aan doen om die wereldtitel terug mee te pakken naar België.